What's up gasten, SkillmoveVZ hier vandaag in de volgende Superster. Gaan we het hebben over Heerenveen's speler van het jaar 2012-2013, Hakim Ziyech. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. In ieder geval wil je FIFA Ultimate Team Coins hebben, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. Gebruik uiteraard de code VVZ bij betalen, dan krijg je 5% korting. Hakim Ziyech is 21 jaar, geboren op 19 maart 1993 in het Nederlandse mooie plaatsje Dronten. Dat is in de buurt bij mij, dus daarom het mooie plaatsje. Hij is momenteel 1,80 meter en zijn favoriete been is links. Dat zijn tot zover de makkelijkste stats over hem. Daarnaast is hij aanvallende middenvelder en is zijn players agent voor iemand die dat uitmaakt. Nakheli Mondial en zijn waarde daar bepaald is 2,5 miljoen. Kijken we even naar zijn stats in zijn huidige kaartje. Dan zien we dat hij 69 algemeen zilveren speler is. Met 70 pace, 72 dribbling, 64 schieten, 50 defending, 71 passing en 53 heading. Dat is een redelijk normaal zilveren kaartje uit de Eredivisie. Hij heeft momenteel voor Heerenveen 65 games gespeeld, 22 keer ingescoord en 11 assists gegeven. Die assists hebben toegevoegd omdat het toch wat extra toegevoegde waarde is. En je ziet alles beneden natuurlijk in de filmpjes onderin voorbij komen. Hakim Ziyech heeft een 3 sterren zwak been en 3 sterren skill moves. En momenteel ook al 5 games voor Nederland gespeeld. 3 keer voor onder de 21, daarin heeft hij 2 keer gescoord. Dat waren gelijk ook zijn 2 goals en dat waren allebei tegen Schotland. Daarnaast heeft hij onder de 20, onder 19 ook nog ervoor gespeeld. En 2 en 1 keer maakt hij totaal nog 5 keer dus. Hij was zoals ik al zei Heerenveens speler van het jaar 2012-2013. En is een van de belovende spelers van Nederland. Ook als we kijken naar zijn kaartje wat ik hem in de toekomst geef, dan krijgt hij 82 rated van mij, een CAM nog steeds. Met 80 pace, 80 dribbling, dat zijn mooie upgrades. Daarnaast ook 82 schieten, want ik vind 64 wel erg laag. En van 50 naar 55 defending en 53 naar 58 heading spreekt redelijk voor zich. Daarnaast van 71 naar 84 passing, want passing is toch wel een belangrijk punt en dat kan hij ook wel goed. Eventjes ook nog heel belangrijk wat mij opviel is dat Ziyech in-game een medium-high workrate heeft. Dat vond ik heel apart, omdat hij een kam is natuurlijk. Met lage defending en dan high defending workrate. Ik weet niet hoe dat gaat werken in-game, maar ik speel ook niet echt in-game met hem nu. En dat zal in de loop der jaren misschien nog wel kunnen veranderen natuurlijk. Tot zover Hakim Ziyech. Laat mij eventjes in de comments weten wie jij graag wilt zien. Momenteel zit ik in Wales, dus lees ik het niet. Maar ik lees het als ik terug ben natuurlijk wel. En dan daaruit haal ik weer suggesties voor een volgende superster. Tot zover ook de volgende superster. Als je hem even wil liken, dat zou heel fijn zijn natuurlijk. En comment natuurlijk met jouw volgende ideeën. Tot zover de video. Mijn naam is SkillmoveVZ. Dank je voor het kijken, liken, abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jou graag volgende keer terug bij een volgende superster. Later!